PSV vertrok vrijdagmiddag naar Spanje voor het oefenduel tegen Valencia op zaterdagavond. Ter voorbereiding op die vriendschappelijke wedstrijd trainde de ploeg van Philippe Cocu donderdag en vrijdag behoorlijk intensief. Donderdag nam fysieke trainer Egid Kisau de spelers flink onder handen. Luc de Jong raakte donderdag in het afsluitende partijtje licht geblesseerd en moest de training vroegtijdig verlaten. Vrijdag stond hij weer gewoon op het veld en ging verder met waar hij donderdag mee was gestopt. Het scoren van goals. In de Lichtstad Derby afgelopen dinsdag scoorde de spits al 2 keer. Tijdens de trainingen lukte hem dat ook aardig. Ook Jorrit Hendricks scoorde donderdag en vrijdag een paar fraaie doelpunten. En terwijl we nog een rijtje goals presenteren, praat PSV-watcher Rick Elfrink ons bij over de laatste ontwikkelingen. Saillant detail van de wedstrijd van zaterdag is dat Zakaria Bakkali daar onder contract staat, nadat hij op 1 juli transfervrij bij PSV de deur uitliep. Bakkali kan inderdaad spelen, heeft pas zijn debuut gemaakt bij Valencia, volgens mij tegen Bayern München in een oefenwedstrijd. Maar ik geloof niet dat PSV daar heel erg mee bezig is. PSV wil vooral een goede basis leggen voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. En zal proberen om zoveel mogelijk in de opstelling te spelen die volgende week in Amsterdam te zien is. Ja, Andres Guardado is nog steeds hierbij. Hij speelt in de finale van de Gold Cup. Wanneer komt hij terug? Nou, hij zal dan in de loop van volgende week aansluiten. Ja, hij speelt inderdaad zondag de finale van de Gold Cup. Mooie prestatie. Mexico tegen Jamaica. Ja, Guardado is zeer bepalend geweest in dat toernooi. Afgelopen week nog 2 penalties weer binnengeschoten. Dus als hij dat toernooi wint, zal hij met veel moraal terugkomen. Of hij dan ook de Cruijffschaal al speelt, dat is even afwachten. Maar ja, het lijkt erop. Guardado heeft al vakantie gehad hiervoor. Is dan topfit en zal dan waarschijnlijk toch gewoon bij de competitiestart beschikbaar kunnen zijn. De naam Affolay die zweeft ook nog steeds boven de markt. Waarom twijfelt hij zo lang? Nou ja, hij is aan het shoppen, ga ik vanuit. Hij weet wat er bij PSV mogelijk is. En ik denk dat hij ook een aantal buitenlandse aanbiedingen heeft. En hij zal gewoon moeten kiezen wat hij wil. Maar ja, nogmaals, alle andere internationals, hè, jongens uit dezelfde range als hij, denk ik, die staan al lang op het veld hier. En die hebben al een goede basis gelegd voor het seizoen. En Affolay, ja, die zal nog een aantal weken nodig hebben. Dan hebben we ook nog de naam van Hector Moreno. Ja, klopt. Daar is PSV mee bezig. Maar ja, hoe ver dat staat, PSV is gemeld bij Espanyol. Maakt daar werk van, maar hoe ver dat staat, ja, dat is op dit moment nog even afwachten.